Ik heb hier een heerlijke boterkoek, verdeeld in 8 gelijke stukken. En bij Wiswereld hebben we er al 3 opgegeten. Daar is onze eerste breuk, namelijk 3 achtste. Het getal 3 achtste is een breuk. Een breuk bestaat uit een teller en een noemer. In het geval van 3 achtste is 8 de noemer, die benoemt hoeveel stukken er in totaal zijn. De 3 is dan de teller, die vertelt je hoeveel stukken voor jou van belang zijn. Voorbeeld: deze cirkel is in 12 gelijke stukken verdeeld, waarvan er 5 zijn gekleurd. Dus 5 twaalfde is de breuk die hierbij hoort. Deze ruit is in 4 gelijke stukken verdeeld, waarvan er 3 gekleurd zijn. Dus 3 vierde is de breuk die hierbij hoort. In het filmpje over natuurlijke getallen hebben we het gehad over groter dan en kleiner dan. Dit kan natuurlijk ook met breuken. Zo is 7 negende groter dan 5 negende, want 7 van de 9 stukken is meer dan 5 van de 9 stukken. In het algemeen geldt, als 2 breuken dezelfde noemer hebben, dan is de breuk met het grootste getal in de teller ook het grootst. Ook geldt als 2 breuken dezelfde teller hebben, zoals 4 negende en 4 elfde, dan is de breuk met de kleinste noemer het grootst, want 4 van de 9 stukken is meer dan 4 van de 11 stukken. Soms heb je een breuk met grote getallen erin. Als je zowel de teller als de noemer door hetzelfde getal kan delen, dan kan je de breuk vereenvoudigen. Een eenvoudig voorbeeld is de breuk 6 achtste. Je kan zowel de 6 als de 8 door het getal 2 delen. Dus de breuk 6 achtste is gelijk aan de breuk 3 vierde. Een iets moeilijker voorbeeld is 36 negentigste. Misschien zie je wel in één keer dat allebei de getallen door 18 te delen zijn. En dus de breuk 2 vijfde wordt. Als je dit niet ziet, dan zie je misschien wel dat allebei de getallen door 9 te delen zijn. Je krijgt dan de breuk 6 tiende. 6 en 10 zijn allebei te delen door 2 en je krijgt dan de breuk 2 vijfde. Er zijn nog andere manieren om deze breuk in stappen te vereenvoudigen. Die zijn allemaal goed, zolang je maar uiteindelijk de kleinst mogelijke breuk opschrijft. Denk eraan dat als je een breuk kan vereenvoudigen, dat je dit dan ook moet doen in je antwoord. Als je 2 verschillende breuken hebt, zijn ze soms moeilijk om te vergelijken. Als je de breuken dan eerst kan vereenvoudigen, dan is het makkelijker om ze te vergelijken. Neem de breuken 9 vijftiende en 21 vijfendertigste. De eerste vereenvoudigd geef je 3 vijfde. De tweede vereenvoudigd geef je ook 3 vijfde. We kunnen dus zeggen dat 9 vijftiende gelijk is aan 21 vijfendertigste. Voor 10 achttiende en 16 zesendertigste geldt dat ze vereenvoudigd 5 negende en 4 negende worden. Dat is niet gelijk. Dus zeggen we, 10 achttiende is niet gelijk aan 16 zesendertigste. Het teken voor is niet gelijk aan is een is-teken met een streep erdoor. Je weet nu wat breuken zijn, hoe je ze kan vereenvoudigen en wil je meer breuken met ons oefenen? Vergeet je dan niet te abonneren. Ik zeg tot de volgende keer.